Oranje Movies. Donderdag 31 september, Deventer. Een zonnige dag, iedereen gaat zijn eigen gang met her en der een internetjunkie. Niks ongebruikelijks voor de 21ste eeuw. Karel Uttelikker, 45 jaar, werkzaam als fluffboy, was op weg naar de supermarkt voor zijn vriendin om pistachenootjes te kopen. Zoals gebruikelijk, elke middag rond het uur van 4. 4 uur. Karel gaat naar zijn fiets en ziet daar iets wat hij bijna niet kan geloven. Zijn fiets staat op exact dezelfde plek als waar hij hem gisteren achterliet. Achterdochtig dat Karel is, besloot hij zijn fiets van het slot te halen. 4:30. Karel maakt meerdere voortgaande bewegingen met zijn benen op een robuuste stalen paard, beter bekend als fietsen. Halverwege maakt hij een kleine sanitaire stop, maar hij neemt eerst de omgeving goed in zich op. Wanneer er plotseling helemaal niets gebeurde. Op een verdwaald schaap na kon Karel niets zien. Met ogen die overlopen van ongeloof werpt hij zijn blikken door de straat. In de ene straat niets. Hij besluit de andere kant op te kijken en daar werd zijn wantrouwen bevestigd. Een leeg, onbemand bankje. Dat kan geen toeval zijn. Karel loopt naar het bankje toe en achter het bankje. Daar ligt geen bloedgeld, geen album van Jan Smit, geen Hello Kitty DVD's of andere marteltuigen. Nee, integendeel. Wat Karel daar aantrof, verbaasde hem het meeste. Naast één gebruikte condoom lag er helemaal niets. Hongerig van nieuwsgierigheid en verward van de argwaan liep hij terug. Verbaasd als dat Karel was, schoot hij plotseling vol met gedachtes. Heb ik iets over het hoofd gezien? Had ik mijn fiets niet moeten meenemen? Waarom zijn SBS6 nu ineens de Champions League uit? Betekent dit dat Rob Geus verslag gaat doen van alle wedstrijden? Zou Rob Geus mogelijk omgekocht kunnen zijn door zijn blatter om mijn leven te verneuken? Karel verdronk in zijn eigen gedachtes en kreeg een blackout. Half zeven. Karel komt langzamerhand bij en dat is exact dezelfde tijd als waarop hij gisteren nog de groentestal uit de moestuin van zijn tante. Toeval of het lot? 8:00. Karel komt aan bij de Albert Heijn. Zijn missie is geslaagd. Tot hij iets opmerkt. De lampen, ze zijn gedempt. Er wordt geen toegang verleend tot deze C1000 winkel. Sterker nog, er zijn geen werknemers aanwezig. Karel schoot weer vol met gedachten. Waarom weigert deze Jumbo mij toegang? Is weigeren niet de rare vorm van verbieden? Hoort verbieden niet bij de Noord-Koreaanse cultuur? Kijk eens in Noord-Korea eigenlijk ook de Champions League. En is het dan allemaal ook opgekomen door zijn blatter en het commentaar voorzien door de Noord-Koreaanse rompgeus? Karel had weer een blackout. 8:30. Karel komt bij en besluit weer naar huis te lopen. 8:50. Karel is thuis en zijn vriendin is woest. Zij wil haar pistachenootjes die Karel niet heeft meegenomen. 8:58. De relatie van Karel is verdwenen. Sindsdien is er niets meer vernomen van het liefdesleven van Karel. We hebben enkel het volgende signalement kunnen opstellen. Het zou gaan om een verwaarloosde relatie die al langer instabiel is en op Facebook zelfs gecompliceerd. En volgens Karel bijzonder seksloos. Zal het Karel lukken zijn relatie terug te vinden? Waar is de fiets van Karel? Wie van deze mensen heeft Mufasa vermoord? Het antwoord op al deze prikkelende vragen en meer krijg jij nu. Toeval? Nee. Gejat door de internetjunkie, een gebruikt condoom. Yo, dat gasten, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je deze video leuk. Geef dan vooral een duimpje omhoog hier beneden, want het heeft me een hele dag gekost om dit te filmen hier in dit open terrein wat je achter mij ziet. Waar heel veel mensen zijn, heb ik me moeten gedragen als een mogol. Dus geef vooral een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer ook vooral hier beneden. En deel deze video zodat we Karels liefdesleven terug kunnen vinden. Wat een rare reden. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Benjamin. Every Sunday at 2:00.